Vandaag hebben we een klusje aan de caravan. Zoals de vaste kijkers wellicht weten, hebben wij e-trailer geïnstalleerd. En dat is een kastje waarmee we eenvoudig belangrijke informatie over de caravan op een app op de telefoon kunnen bekijken. In deze video ga ik de centrale module van e-trailer vervangen, want er is een upgrade die nog meer functionaliteiten biedt. Heb jij nou net als ik de standaardversie en wil je na deze video ook een upgrade uitvoeren, dan kan dat tegen een zeer aantrekkelijk tarief. Daarover later in deze video meer. Leuk dat je kijkt. Mijn naam is Jos Mark en ik ben iedere dag bezig met kamperen. Naast dit YouTube kanaal verzorg ik samen met Martine en Marije onze website campingtrend.nl, waarop we dagelijks interessant kampeernieuws publiceren. Je moet er na deze video maar eens een kijkje gaan nemen. Nou, ik ben gek op slimme oplossingen en toen e-trailer op de markt kwam, stond ik dan ook te trappelen om dat product uit te proberen. Dat is ondertussen alweer jaren geleden en e-trailer timmerde ondertussen lekker aan de weg. Zo zijn ze inmiddels huisleverancier van slimme oplossingen in caravans van gevestigde merken zoals Eriba, Hiemer, maar ook Detlefs, Sunlight, Carado Campers. En Kaben zijn inmiddels overtuigd van de slimme accessoires van e-trailer. Nou, zelf heb ik op onze caravan inmiddels de sensoren voor de dakluiken, het gasniveau, een waterniveaumeter en ik kan de temperatuur van de koelkast monitoren. En misschien wel de belangrijkste, ik kan precies zien wat de druk en de temperatuur van mijn banden is. Zo zorgen e-trailer accessoires bij mij voor meer veiligheid en comfort als we onderweg zijn. Wellicht goed om op te merken, je kunt de modules net zo goed in de camper als in de caravan gebruiken. Want je kunt bijvoorbeeld de bandendruksensoren uitbreiden tot wel zo'n 10 stuks. Maar nu over die upgrade. Die zit in het e-trailer starterspakket plus. Dat is vanaf deze maand beschikbaar bij de dealers en via de website van e-trailer. Die plus staat onder andere voor e-track and trace. En dat is, de naam zegt het misschien al, voorzien van track and trace systeem. En later kunnen er nog meer nieuwe accessoires aan worden gekoppeld. Zo kun je op ieder moment zien waar je caravan of camper staat. Het wordt gevoed door de accu in de camper of in de caravan. Of als je aan de paal staat door de walstroom. Maar op het moment dat die stroombron wordt afgekoppeld, werkt het gewoon verder op de interne batterij. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Je kunt een zogenaamde geofence instellen. En dat is een virtuele muur om de caravan of camper heen. En als je reispaleis die muur dan passeert, dan gaat er een alarm af op je telefoon. Zo weet je dus eigenlijk direct dat er iets niet in de haak is. Nou, als je zelf met de caravan of camper die omgeving verlaat, zet je die geofence eenvoudig uit natuurlijk. Nou, voor deze dienst is wel een internetverbinding nodig en daarvoor is de e-track and trace van een simkaart voorzien. Dat kost natuurlijk wel wat. Het onderhouden van die verbinding gaat met een abonnementje dat je via de website van e-trailer kunt afsluiten. Het kost €1 of 8 per maand en dat lijkt niet veel voor een stuk extra zekerheid. Zeker wanneer je bijvoorbeeld onderweg bent in het buitenland en je je caravan bij een wegrestaurant even verlaat voor een hapje eten. Of wanneer je de camper op een groot parkeerterrein bij dat leuke stadje moet achterlaten. En nou willen jullie natuurlijk ook erg graag weten wat dit kost. Op dit moment is het april 2023 en kost het starterspakket plus, waar e-track and trace deel van uitmaakt, €349,95. Al je bestaande modules die je eventueel hebt, kun je erop aansluiten. Ben je al in het bezit van een basispakket zonder track and trace, dan kun je nu bij de introductie tijdelijk je oude module omruilen voor een nieuwe en krijg je €200 terug voor dat oude kastje. Kijk op de website van e-trailer hoe je dat doet. Nou, onder deze video zal ik alle adressen vermelden, zodat je het nog even rustig kunt nalezen. Vond je dit nou een leuke video? Geef dan nog even een duimpje. Druk op abonneren als je dat nog niet hebt gedaan en met dat belletje, tingelingeling. Mis je ook de volgende video niet? Tot de volgende!